Zoals beloofd zou ik de politiek-maatschappelijke stromingen die in paragraaf 8.2 aan bod komen, ieder in een apart filmpje gaan behandelen. We gaan nu eens even kijken naar het socialisme. En als het over socialisme gaat, dan moet je in ieder geval twee dingen noemen. Dat is de persoon Karl Marx en de industriële revolutie. En als je al naar de jaartallen gaat kijken waarin Karl Marx geboren en gestorven is, dan blijkt dus ook dat hij is opgegroeid en heeft geleefd in die periode van die industriële revolutie. Hij heeft zijn wereld zien veranderen. En wat hij dus ook zag, waren de volgende taferelen. Grauwe arbeidersmassa's die zwaar werk moesten doen in fabrieken en die onder heel slechte omstandigheden leefden. En dan was Marx zelf geen arbeider, verre van zelfs, hij kwam uit de elite. Maar hij trok zich het lot van de arbeiders wel heel erg aan. Want hij zag dat er steeds grotere verschillen begonnen te ontstaan tussen arm en rijk. En hij vond dat dat niet goed was. Hij vond dat de armen, de arbeiders, steeds meer uitgebuit werden door de rijken, de fabriekseigenaren. En hij besloot zijn ideeën op papier te zetten. En daaruit is het Marxisme, of ook wel het communisme, ontstaan. En als je precies wil weten hoe dat zit, dan verwijs ik even naar een ander filmpje van hoofdstuk 8. Waarin de theorie en de praktijk van het communisme op een rijtje gezet worden. Wat we hier in dit filmpje gaan doen, is gewoon even heel kort kijken naar wat het socialisme nou precies is. Dat begint dus wel met die ideeën van Marx. Want wat zag Marx gebeuren? Hij zag dat er een fabriek was. En die fabriek die was in handen van één eigenaar of van een kleine groep eigenaar. Kon bijvoorbeeld ook een familie zijn. En in die fabriek moesten een heleboel mensen gaan werken. En als die mensen maar hard genoeg werkten, dan zou er winst worden gemaakt. Maar die winst die werd niet eerlijk verdeeld onder de werknemers. De fabriekseigenaren betaalden vaak maar een heel klein laag hongerloontje uit en de meeste winst hielden ze zelf, zodat ze die winst weer konden investeren om hun bedrijf te laten groeien, waardoor ze nog meer winst maakten. En nog meer winst, zodat het bedrijf verder kon groeien. En daarvan werden de rijken dus rijker en de arbeiders die hadden het nakijken. En ja, die arbeiders die konden daar eigenlijk heel weinig tegen doen. Er was wel af en toe wel verzet. Er zijn verhalen van arbeiders die op een gegeven moment besluiten om machines in een fabriek kort en klein te slaan. Omdat ze het niet eens zijn met hun werkomstandigheden. Er waren regelmatig stakingen. En op een gegeven moment gingen arbeiders zich ook in vakbonden organiseren. Om samen te sterker te staan, voor elkaar te zorgen en voor hun rechten op te komen. Marx vond dat allemaal niet genoeg. En nogmaals, wil je zijn hele theorie weten, kijk naar het andere filmpje. Maar wat Marx in ieder geval wilde, en daarmee was hij dus de eerste socialist, was gelijkheid en gelijkwaardigheid voor de arbeidersklasse. Iedereen moest gelijk zijn, het verschil tussen arm en rijk moest verdwijnen. Dat is in de kern wat het socialisme inhoudt. Maar hoe bereik je dat nou? Daarover bestaan verschillende ideeën en het socialisme valt grofweg in te delen in twee stromingen. Die worden ook allebei in het boek genoemd. De eerste stroming is de stroming van het communisme. Dat is waar Marx bij hoort, waar zijn theorie over ging. De tweede stroming is de stroming van de sociaaldemocratie. We gaan allebei even kijken hoe zij die gelijkheid en die gelijkwaardigheid willen bereiken. Het communisme zegt dat de arbeiders in opstand moeten komen. Er moet een radicale omverwerping van het kapitalisme plaatsvinden en dat moet gebeuren door een gewelddadige revolutie. De arbeiders moeten in alle landen het recht in eigen hand nemen en ze moeten een revolutie ontketenen. Dit is dus een gewelddadige manier om je doel te bereiken. De sociaaldemocraten wilden hetzelfde als de communisten. Maar die zagen in, of die vonden in ieder geval, dat zo'n opstand dat niet de juiste weg was. Zij wilden het veel geleidelijker aandoen. Sociaaldemocraten wilden gebruik maken van de democratie. Dus ze gingen streven naar uitbreiding van het kiesrecht. Niet alleen de rijken zouden moeten mogen stemmen, maar ook armen zouden stemrecht moeten krijgen. Op die manier zouden de regeringen meer rekening kunnen houden met het lot van de arme arbeiders. En die regeringen zouden dan ook moeten zorgen voor sociale wetten. Zoals bijvoorbeeld uitkeringen bij ziekte of bij het overlijden van een partner of bij werkloosheid. En het zijn dus twee stromingen die hetzelfde willen, alleen het op een andere manier willen bereiken. En ik heb het net eigenlijk al een beetje verklapt, maar het communisme wil dus op een heel snelle en op een heel radicale manier een doel bereiken.
En de sociaaldemocratie die betreedt meer de weg van de geleidelijkheid. Stapje voor stapje willen zij op een gematigde manier via het democratische stelsel een verbetering van de omstandigheden voor de arbeiders voor elkaar krijgen. In de praktijk zien we dat uiteindelijk de meeste socialisten voor de gematigde weg kiezen. Maar er blijft ook altijd een kleine groep van radicale communisten die op een andere manier hun doel proberen te bereiken.